hè? We staan hier met burgemeester Joost van Oostrum. Hij reed net op de trekker voorbij. Ja, burgemeester, volgens mij had u beter een overal aan kunnen doen in plaats van een pak. Want met een pak op een trekker, dat hoort toch eigenlijk niet? Nee, ik ben het helemaal met je eens, Bas. Ik heb ook wel een overal, dus dat had prima gekund. Alleen dan had men waarschijnlijk mij niet herkend als burgemeester. En dat was dat weer het verhaal geweest. Nee, hartstikke leuk, joh. Ja, een kleine bekentenis. Ik ben verzamelaar van miniatuurtrekkertjes. Dus wat dat betreft vond ik het ook wel gaaf om op een trekker te rijden die bijna net zo oud is als ik ben. Dus ja, hartstikke mooi. Je kreeg nog wel even een korte uitleg. Had je ooit eerder op een trekker gereden? Ja, nou en of. Vraag maar aan mijn oom. Er ligt er denk ik nog steeds één in de sloten. Nou, de trekker is door het lint gegaan. Dat betekent dat Diek ook in leg geopend is. En ja, u zei het ook al eventjes in uw openingswoordje hier vanavond. Gelukkig kunnen we met heel wat creatieve mensen toch de nodige activiteiten nog wel doorgaan. Ook al hebben we allerlei corona-beperkingen. Nee, dat klopt. En het is ook hartstikke mooi dat het kan. Want ja, zeker als je als vereniging je 75-jarig jubileum viert, dan stel je daar heel veel bij voor. En dan is het heel erg mooi als het dan lukt om toch een evenement overeind te zetten. Waarvan we weten dat heel veel mensen van genieten. Hè. Dat was 5 jaar geleden ook het geval. En dat is, ja, is prachtig. En dan, ja, kijk, je kunt zeggen, er kan niks. Je kunt op zoek naar datgene wat wel kan. En dat is hier in de dijk ook denk ik heel goed gelukt. Ja, en we hebben net een klein stukje doorgereden met de trekker. Dus we hebben de eerste boerderij ook al in het licht zien staan. En het ziet er al fantastisch uit. Dus we zullen een deze dagen met het gezin ook nog wel de tocht gaan maken. Want ja, zeker de moeite waard om Dijkhoek in het licht te gaan bekijken. Klein stukje met de trekker dus gereden. En dit weekend gaat hij zelf nog een keer weer terug. Dankjewel, Joost. Graag gedaan. Ook in leg, vanavond geopend door burgemeester Joost van Oostrum op te trekken. Joke Pot staat bij ons van de organisatie. Ja, Joke, in het openingswoord werd al gezegd, gelukkig kunnen we het doen, maar toch wel echt anders dan ja, eigenlijk voorheen gepland, hè? Nou ja, het ging er meer om, en dat heeft wel de voorzitter van de buurtvereniging ook wel gezegd. Dit jaar bestaat de buurtvereniging 75 jaar en we hadden door het hele jaar heen hadden we activiteiten gepland. En ja, daar is eigenlijk niks van doorgegaan. En kwamen we met elkaar in gesprek en toen zeiden we, ja, die kok in het leg moeten we toch eigenlijk wel door kunnen laten gaan. Ook al, ja, je hebt geen feest, je hebt geen festiviteiten. En je kan op gepaste afstand kan je natuurlijk ook genieten van de lichte effecten die hier in de Dijkhoek plaatsvinden. Dus die kok in het leg aan zich is wel zoals dat ook andere jaren wel geweest is. Ja, wel met de nodige aanpassingen natuurlijk. Maar goed, die zijn zoals je al zegt goed te doen. Want die kook in leg doe je in principe met de auto. Iemand vroeg mij vragen, is dat een looproute? Maar dat zou ik niet proberen, hè? Nou, nee, want het is een kleine 30 kilometer. Dus dan is het niet echt handig om te gaan lopen. Ja, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, je kan er 3 avonden over doen. En dan ga je de eerste avond ga je een aantal kilometers. Maar nee, het is beter om dat in de auto te doen. En wat je zegt, ja, aanpassen. We hebben zeker aanpassingen toch wel gedaan, lichtelijk. Nou, een daarvan is dat we bij Kerkemeijer, buitencentrum Kerkemeijer, daar is een drive-thru gecreëerd. En mensen kunnen dan op het moment dat ze de parkeerplaats oprijden, zeggen of ze dan een patatje willen of een hapje of wat dan ook. En dan kunnen ze een eind verder op het voetbalveld kunnen ze hem dan afhalen. Dus dat is ook helemaal zo ingericht. Dus, ja, wat de burgemeester ook al zegt, mensen worden ook wel creatief. En dat is ook wel heel erg leuk om te zien. Ja, zeker. Ja, Diekhoek in het leg is niet de eerste keer dat jullie het organiseren. Wat is er nu dit jaar anders, en dan even buiten de coronaregels, wat is er anders dan de voorgaande edities van een aantal jaren geleden? In die zin dat we als een thema mee hebben gegeven aan onze buurtbewoners. En het thema is 75. En met 75, met dat getal, mogen ze doen wat ze willen in principe.
Nou ja, natuurlijk de buurtvereniging bestaat 75 jaar, wat ik al zei. De toneelvereniging bestaat 75 jaar. En dit jaar is natuurlijk ook 75 jaar geleden dat het vrede kwam in ons land. Dus 75 is een belangrijk getal. En heel veel mensen zijn wat dat betreft ook heel creatief bezig geweest. En ga maar kijken, ga rond. En ga kijken hoe creatief de mensen bezig zijn geweest. We gaan de mensen allemaal aanraden om natuurlijk rond te gaan. We staan hier bij ijsboerderij Dommelholt. Dat is het startpunt. Dat wij nu met elkaar praten is het donderdagavond. Vrijdag en zaterdag is de route ook geopend. Kun je even een beetje vertellen wie, wat, waar, wat het kost enzovoort enzovoort. Even wat informatie voor de mensen. Nou ja, startpunt is inderdaad bij ijsboerderij Dommelholt, waar we nu voor staan. Daar kunnen mensen een routeboekje kopen voor €2. En in dat boekje staat informatie en gegevens over de boerderijen en over de stukjes natuur die je gaat zien en wat allemaal uitgelicht is. Heel informatief, dus dat kunnen mensen gaan zien. Halverwege de route hebben we een soort vrije giftplek. En daarvan hebben we gezegd van nou ja, de Hamelandse Ruiters, dat is bekend. Dus vorig jaar is daar de kantine van afgebrand. En dat is voor een vereniging is dat heel ingrijpend. En we hebben gezegd, de vrije gift is volledig voor de Hamelandse Ruiters. Dus dat kom je onderweg ook tegen. En ja, laat je verrassen als je rondrijdt. We rijden bijvoorbeeld door een koeienstal met allemaal koeien. Dus het is gewoon heel bijzonder. Nou, we gaan daar niet te veel van verklappen. Mensen kunnen hier gewoon starten. Elke avond geloof ik vanaf 7:45, hè? Elke avond vanaf 7:45 tot 9:30 kunnen mensen hier starten. En de lampen gaan tegen 11:30 weer uit. Dat hebben we ook zo afgesproken met de deelnemers. Maar kom gewoon en geniet ervan. Nou, dat gaan we dan gewoon allemaal doen. Diek ook in het leg de komende dagen en starten hier vanaf het Dommelholt. En de burgemeester die is nu onderweg op zijn trekken.